Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door bouwservice Marcel Bruil. Degelijk vakwerk voor nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en onderhoud van uw pand. Ja, het was iets met een... We gaan een stukje fietsen, begrijp ik. Ja, en het weer zit geweldig mee. Ja. Maar dit is gewoon omdat we nu een voorproefje hebben voor alle regen die dan nu valt. Ja. Die valt dan niet als de mensen het fietspad gaan gebruiken. Oké. En waar gaat de reis naartoe als vragen mag? We gaan zo meteen de Havikkerwaard in richting richting Potmark. Ja. Voor? Wat zeg je? Waarvoor? Waarvoor? Nou ja, om te zorgen dat de gemeente Reden, Zevenaar en Doesburg met elkaar verbonden zijn. Ja. En we hebben daar vanuit toeristisch en economisch oogpunt natuurlijk heel veel voordeel bij. Oké. Nou, we kunnen een rondje maken straks. We gaan het beleven, ik ga mee. Nou, gezellig. Jullie gaan het fietspad af, begrijp ik, of niet? Ja, dat is de bedoeling. Oké, en waar kunnen wij dan eventueel bij de tent komen? Op het punt waar we elkaar gaan treffen. Ja. Meneer Jure aan de Bol, goeiedag van RTB Kam. Wat betekent dit fietspad hier voor de gemeente Reden, Doesburg en Zevenaar? Wat het fietspad betekent is dat we eigenlijk een mooi gebied waar je al kon fietsen nu echt aan elkaar geklonken hebben met een prachtige, ja, het is een betonnen fietspad, dus milieuvriendelijk ook, heb ik begrepen. Dat verbindt natuurlijk de mooiste plekjes van deze streek, deze Gelderse streek, aan elkaar. Dus weer een verrijking van het toeristisch aanbod in deze mooie regio. Ja. Dat is wat het doet. En we weten allemaal, als mensen op vakantie zijn of weekend weg en ze zijn hier, Doesburg of Zevenaar of de Veluwe, de Gelderse streken, laat ik het maar zo zeggen, dan is fietsen toch een hele populaire bezigheid. En dat kunnen wij zien als Bureau voor Toerisme. Heel veel fietsen worden verhuurd, mensen downloaden de routes en dit zal een hele populaire route worden. Het rondje. Fijn dat u allemaal naar dit mooie, markante plekje bent gekomen. En u bent waarschijnlijk ook allemaal met de fiets gekomen. Heel fijn dat u hier alle bent. Ik ben heel erg blij en ik ben ook heel erg trots eigenlijk dat we dit voor elkaar hebben gekregen. En dat komt omdat het natuurlijk een prachtige plek is om te zijn, om te fietsen, om te recreëren of om naar school te gaan. Het rondje is nu compleet. We kunnen nu, het is niet alleen zomaar compleet, maar we hebben een zomerroute. Even kijken, de zomereditie, dat is dit rondje. Maar we hebben ook een wintereditie als de pontjes uit de rivier zijn gehaald. En dat is een iets langer rondje. Dus we kunnen het hele jaar rond kunnen we genieten van dit mooie gebied. Het knooppuntensysteem van de IJsselkop is eigenlijk nu ook met dit moment volledig geworden. Ja, en dat kan natuurlijk niet zonder een hele goede samenwerking. Want ja, als je dit soort dingen wil realiseren, ben je afhankelijk van heel veel factoren. Je bent heel erg afhankelijk van mensen, van samenwerking. En je bent ook heel erg afhankelijk van simpelweg geld.
Ja, en dan ga ik naar over naar, dit is mede mogelijk gemaakt door. Het is mede mogelijk gemaakt door natuurlijk recreatiepark De Veerstal in Laten. Die hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot het tot stand komen van. Maar ja, ik had het ook net over geld. Europa heeft hier ook een belangrijke rol in gespeeld, want zij hebben een duit in het zakje gedaan. Dank u wel, Brussel. De provincie heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het geld. Dank u wel, provincie. Landgoed Middag, de gestichten van weldadigheid en de terreineigenaren en gebruikers van de terreinen. Heel veel dank voor het mogelijk maken van al dit moois. Heel fijn. Mijn collega wethouder uit Doesburg, die wil ook heel graag wat gaan vertellen. En dus is de bedoeling dat we daarna naar dat hek toe gaan. Ja. Ellen. Nou ja, dankjewel. Maar wat, want je hebt al heel veel verteld, alle samenwerkersverbanden die we hier ook zien, alle partners die betrokken zijn, zowel aan de provinciale kant Europa. Ik ga ze niet allemaal herhalen, dat is een beetje onzin. Maar ik wil ook met name echt wel dank zeggen aan de gemeente Reden, die voor ons een hele belangrijke partner is geweest in het mogelijk maken van dit fietspad, die voor Doesburg ook heel erg belangrijk is. En als je dan kijkt van hoe ver de IJssel ons soms scheidt, als die brug straks in januari, februari eruit gaat, is het wel een end. Maar dan kun je toch met de fiets in de gemeente komen en dat vind ik wel heel mooi. En dat geeft ook een beetje de band aan die wij met elkaar hebben. En ik denk dat dat een hele mooie is voor de toekomst, zodat we toeristisch, maar ook economisch kunnen samenwerken. En ik hoop dat we dat voortzetten. Dus mooi, dank, gemeente Reden. Dank u. Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door bouwservice Marcel Bruil. Degelijk vakwerk voor nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en onderhoud van uw pand.